welkom bij deze nieuwe video. Vandaag ga ik het hebben over producten die ik op heb gemaakt. Voordat ik begin met de video, deze make-up look gaat er zeker gelijk opvallen. Deze look heb ik in de video gemaakt waarin ik Planet Revolution heb gereviewd. Die video staat al online op mijn kanaal, mocht je willen zien hoe ik deze look heb gemaakt. Verder met de orde van de dag. Ik ga het dus vandaag hebben over producten die ik heb opgemaakt. Het is niet alleen maar make-up, maar ook skincare. Het is dus beide. En het zijn gewoon allemaal producten die ik helemaal leeg heb gemaakt. Ik heb echt een heleboel make-up producten en zo. Waardoor het niet echt heel vaak gebeurt dat ik iets echt helemaal opmaak. Maar hier en daar gebeurt het zeker wel. Vooral producten die ik heel erg fijn vind. Dus ik ga jullie vandaag laten zien welke producten ik op heb gemaakt. En wat ik ervan vind. Want dat ik iets opmaak betekent niet automatisch dat ik het ook echt heel goed vond. Dus daar gaan we het vandaag over hebben. Vind je het nu al leuk? Vergeet dan niet alvast te liken en te abonneren. Zo blijf je op de hoogte van mijn 4 video's in de week. En dan gaan we snel beginnen met deze video. Mocht je je afvragen welke lipstick ik op heb. Ik heb een MAC combo. Ik heb MAC Lip Pot loodje in de kleur Soir. En deze MAC lipstick van de Cruella collectie in de kleur Sweet and Vicious. Is een hele mooie roze nude kleur. Ook van deze collectie heb ik een hele video gemaakt. Mocht je daar interesse in hebben. Oké, het is dus zowel make-up als skincare. Maar ik ga gewoon alles een beetje random pakken en er iets over vertellen. Ik ga beginnen met deze Revul Body Scrub. Dit is echt een hele fijne body scrub. Deze heb ik helemaal opgemaakt. Super satisfying. Ik vind het altijd zo satisfying als iets helemaal opgaat. Dit is mijn tweede pot. De eerste pot had ik gehad in PR. En ik vond hem zo fijn dat ik de tweede pot zelf heb aangeschaft bij Boozy Shop. Daar is het merk te koop. En goed nieuws, dit merk is ook echt super super betaalbaar. Dus heel deze pot is echt super goedkoop. En ik vind hem echt heel erg fijn. Ik doe altijd bruinen met mousse. En dan moet ik altijd mijn hele lichaam scrubben voordat ik dat doe. Dus ik scrub mijn lichaam echt 1 keer in de week. En dan gebruik ik altijd deze. En ik vind hem echt zo fijn. Hij is niet te agressief, maar toch wel agressief genoeg. Hij ruikt echt heerlijk. Hij brengt gewoon fijn aan. Het is ook geen losse scrub. Het is een beetje zo'n nattige scrub. Hoe kan ik dit het beste beschrijven? Het is een beetje een soort van jelly. Dus als je hem oppakt, valt het niet helemaal zo uit elkaar zoals met een losse scrub. Maar het blijft gewoon in elkaar, omdat het zo'n soort van gel substantie is. En dat vind ik echt heel erg fijn. Want met losse scrubs ben ik altijd heel veel product kwijt. Omdat het gewoon allemaal overal neervalt. En dat is met dit niet. Dus deze vind ik heel erg fijn. Dit is al mijn tweede pot. En pot nummer 3 is al beneden. Dus ja, ik blijf deze gewoon heel de tijd opnieuw kopen. Het is wel echt alleen maar voor je lichaam. Niet voor je gezicht. Gebruik nooit een body scrub ook voor je gezicht. Want je lichaamshuid is veel harder. Waardoor die scrubs veel meer agressief zijn. En als je daarmee je gezicht gaat scrubben, dat is echt heel erg slecht voor je gezicht. Dan ga ik hier verder met een gezichtsmaskertje van Nouge. Dit is een nachtmasker. Dit is een soort van nachtmasker slash nachtcreme. Die doe je op 's nachts. En in de ochtend heb je dan een hele glowy face. Voor de mensen die Nouge niet kennen. Nouge is een maandelijks beauty abonnement van Anna Nouching. En je krijgt voor volgens mij 25 euro, als ik het nog goed weet uit mijn hoofd, elke maand een beautybox met allemaal Nouge make-up producten. Ook daar heb ik een hele video over gemaakt. Ik maak altijd overal video's over. En ik vond hem best wel fijn. Hij is echt helemaal op gewoon. In de ochtend, ik zag ook echt oprecht een beetje een glow. Ik heb een droge huid, dus mijn huid is best wel een beetje doffig. Dus alles wat een beetje een glow brengt op mijn gezicht een beetje laat stralen, vind ik altijd echt geweldig. En dat deed deze echt best wel. Dus deze heb ik helemaal opgemaakt. Ik heb hem gewoon elke nacht opgemaakt en dan werd ik gewoon in de ochtend stralend wakker. Dus ik vond deze echt best wel fijn. Dan ga ik verder met mijn Elf Halo Glow Poeder. Ik denk dat als je mij volgt, ik niet eens meer hoef te vertellen wat ik hiervan vind. Hij is helemaal op. Dit is echt de beste glow poeder ever. Deze heb ik nog niet opnieuw besteld, maar ik ga hem zeer zeker wel opnieuw bestellen. Ik ken geen enkele andere glowy poeder die je gezicht zo'n subtiele glow geeft zonder het helemaal vettig eruit te laten zien. En je make-up alsnog heel goed set en op zijn plek houdt. En hij is ook nog eens heel betaalbaar, want het is Elf Cosmetics en die is altijd betaalbaar. De matte versie heb ik ook. En de matte versie is ook echt super duper matte. Dus als je een vettige huid hebt, dan raad ik de matte versie ook zeker aan. Die gebruik ik niet heel vaak, omdat ik dus een droge huid heb. Maar deze Halo Glow Poeder, deze heb ik echt helemaal opgemaakt. Ik vind hem echt geweldig. Ik vond het echt super jammer toen hij opging. Maar ja, ik ga hem gewoon weer opnieuw bestellen bij Douglas, want daar is hij te koop. Echt heel erg fijn als je houdt van een glowy finish. Dan heb ik hier mijn Tarte Shape Tape. Ook deze is helemaal op. Ik heb er 2 jaar over gedaan om hem op te maken, want 2 jaar geleden heb ik hem gekocht bij de Sephora in Spanje. Helaas alleen maar te koop bij Sephora, dus niet hier te koop. Maar eventueel misschien wel te bestellen bij de Franse Sephora. Dat is gewoon EU, dus makkelijk om te bestellen zonder dat je douane of zo hoeft te betalen. Maar ik ben een paar weken geleden weer in Spanje geweest. Toen ben ik weer naar Sephora gegaan en daar heb ik hem gewoon weer gelijk opnieuw gekocht. Dus dit is de oude en dit is de nieuwe. Ik vind deze echte hype waar.
gemaakt. Iedereen vindt hem geweldig en ik ook. Hij heeft echt een volledige matte dekking. Deze gebruik ik altijd bij mijn full glam looks. Ik moet wel zeggen, als je hele droge onderogen hebt, dus als je huid hier zo heel droog is, dan raad ik hem niet aan, want dan kan hij misschien een tikkeltje te droog zijn. Maar ik heb gewoon een normale slash droge huid en voor mij is hij niet te droog. Dus het is echt alleen maar in de extreme gevallen als het hier echt heel erg droog is. Voor de rest raad ik hem aan helemaal. Als je een vettige huid hebt, dan ga je hem waarschijnlijk helemaal geweldig vinden. Echt fantastisch. Ik heb de kleur Light Medium Sand. Dan heb ik hier de Pixi Retinol Jasmine Lotion. Deze heb ik een hele lange tijd gebruikt als nachtcreme en hij is helemaal op. Het is niet per se nachtcreme. Het is gewoon een moisturizer, dus je kunt hem gebruiken 's nachts, overdag, wanneer jij wilt. Deze heb ik heel erg lang gebruikt. Er zit vitamine A in, jasmineolie en peptonite to renew, refresh and deeply hydrate. Ik vond hem niet echt geweldig of zo. Het is niet dat ik echt zeg van deze crème is echt geweldig. Maar ik vond hem gewoon oké. Okay. Ik heb hem gewoon opgemaakt en nou pleur ik hem weg. Zou ik hem opnieuw kopen? Dat niet echt per se. Het maakte niet echt zodanig verschil in mijn gezicht dat ik het echt geweldig vind en hem opnieuw ga kopen. Deze had ik ontvangen in PR. Ik heb hier de Colourpop Pretty Fresh Concealer. Deze is hier ook niet te koop. Deze had ik ooit jaren geleden gekocht in een actie bij Colourpop toen verzending gratis was. Deze is echt helemaal leeg. Ik heb hem helemaal opgemaakt. Hij was echt super fijn. Hij heeft echt een volledige dekking en hij hydrateert de huid echt super goed. Oh mijn god jongens, ik heb hem gewoon kapot gemaakt. Ik ga stuk. Ik heb hem gewoon kapot gemaakt. Oké, whatever. Deze heeft dus echt een volledige dekking en hij hydrateert hier echt heel erg fijn. Dus deze vind ik echt geweldig. Deze heb ik in de kleur Light 45W. Volgens mij is die nog te koop op de Colourpop website, maar weet wel, Colourpop zit in Amerika, dus je gaat douane moeten betalen als je daar bestelt. Deze heb ik echt al jaren. Na een tijd was hij echt bijna op en toen heb ik er echt een missie van gemaakt om hem op te maken. Toen heb ik hem heel vaak gebruikt en nou is hij dus helemaal op. Ga ik hem opnieuw bestellen? Nee, want ik heb hem dus gekocht in een actie toen verzending gratis was en je dus geen douane hoefde te betalen. Dus ik vind het niet waard om hem nou helemaal opnieuw te gaan bestellen en helemaal douane alles te betalen. Maar als deze hier te koop was geweest, had ik hem zeer zeker opnieuw gekocht. Want een concealer die zowel een volledige dekking heeft, plus zo goed hydrateert als deze, dat vind je niet heel vaak. Dus ik vind hem wel echt heel erg fijn. Ik heb hier de L'Oreal Oog Make-up Remover. Hiervan heb ik er al 2 gehad en ik heb gisteren weer een nieuwe gehaald. Deze vind ik echt super fijn om mijn oogmake-up ermee af te halen. Hij is ook geschikt voor waterproof make-up. Ik heb echt heel vaak slechte oogmake-up removers gehad. Ze zijn echt heel vaak te agressief. Ik heb echt heel vaak gehad dat mijn wimperrand helemaal ging ontsteken en dat kwam echt door de oogmake-up removers die ik gebruikte. Dus mijn ogen kunnen niet echt tegen alle oogmake-up removers, maar deze wel. Dus deze vind ik echt heel erg fijn. Zoals ik al zei, is dit dus al het tweede flesje die ik op heb gemaakt. Ik heb gisteren een andere gehaald bij de Albert Heijn, maar ik zou hem niet halen bij de Albert Heijn of bij de Jumbo of zo, want daar is de prijs hoger. Dus ik zou hem gewoon halen bij de Etels en de Kruidvat en zo. Daar heb je ook vaak 2 halen in betalen. Is ook heel fijn. En ik vind hem gewoon echt heel erg fijn. En er staat ook op geschikt voor gevoelige ogen. En dat is ook echt, want ik heb echt gevoelige ogen. En hij irriteert mijn ogen helemaal niet. Mijn wimperrand ook niet. Dus ja, ik vind hem echt toppie. Heel erg fijn voor waterproof oogmake-up eraf te halen. Ik heb hier de Catrice Powerful Glossy Lip Oil. Oh mijn god jongens, dit is echt een van de fijnste betaalbare lipolieën ever. Ik vind het ook echt een regelrechte dupe van mijn Clarins Lip Oil. Deze is echt super fijn. Dit is echt mijn fave lipolie ever. En dit is echt een betaalbare dupe daarvan. De kleuren komen overeen. De formule komt overeen. Hij is niet plakkerig. Hij voelt super fijn aan op de lippen. Deze lipolie heb ik gewoon dagelijks gebruikt. En ik overdrijf niet als ik hem volgens mij heb opgemaakt in 2 weken of zo. Hij is echt super snel opgegaan. Ik heb hier nog een heleboel andere lipolieën. Vandaar dat ik hem nog niet opnieuw heb gekocht. Maar als ik geen lipolie meer heb, dan ga ik deze zeker weer opnieuw aanschaffen. Dit is echt een van de fijnste betaalbare lipolieën die ik ooit heb gehad. En zoals je kunt zien heb ik hem echt helemaal opgemaakt. Tot letterlijk aan de laatste druppel. Ik heb hier de Urban Decay All Nighter Setting Spray. Deze ook helemaal opgemaakt. Er komt echt bijna niks meer uit. Nog maar een heel klein beetje. Ik ga dit beetje nog een beetje opmaken. Oké, nee jongens, het is echt helemaal op. Ook hierover heb ik niet meer heel veel te vertellen. De Urban Decay All Nighter is gewoon echt een van de fijnste setting sprays ever. Het maakt echt verschil in hoe lang je make-up blijft zitten. Het laat je make-up echt heel erg goed zitten. Ik heb hier ook de 2 andere versies. De glowy versie en de matte versie. Deze idem dito ook even fijn als de normale versie. De normale heb ik dus al helemaal opgemaakt. Die andere 2 nog niet. Echt super fijn. Echt de hoge prijs waard. Ga ik hem opnieuw kopen? Ik denk het niet, want ik heb die andere 2 nog. Maar ik denk dat als ze echt
allemaal op zijn gegaan en ik echt geen fixing spray meer zou hebben, dan zou ik hem zeker opnieuw aanschaffen. Ik vind hem echt heel erg fijn. Als je echt op zoek bent naar een goede spray die je make-up de hele dag goed laat zitten, ik zou zeggen probeer deze spray. Ze hebben ook een mini versie ervan, dus als je niet gelijk wil committen, haal eerst die mini versie om hem gewoon te proberen. En als je hem fijn vindt, haal dan de grote. Deze zijn gewoon te koop bij Easy Party. En dan heb ik hier van Revolution Relove deze wenkbrauw gel. Ik was helemaal verliefd op deze wenkbrauw gel. Amazing. Hij heeft zo twee kanten. Hier heb je met zo'n grote spoelie. En hier aan de andere kant heb je een kleine spoelie. Hij is nog niet helemaal op, maar hij wordt helemaal vies. Zie je dit? Hij is helemaal zwart. Dit is gewoon een doorzichtige gel. Dus hij hoort gewoon wittig doorzichtig te zijn. Maar omdat ik dus donkere wenkbrauwen heb en ik altijd wenkbrauwpotlood gebruik, wenkbrauwpoeder, en ik erna erin ga met deze wenkbrauwgel, wordt hij dus helemaal zo viezig. Ook wordt hij helemaal zo blubberig. Ik weet niet hoe ik het moet uitleggen. Helemaal zo plakkerig achter, omdat hij dus nou helemaal zo mixt met alle andere wenkbrauwproducten. Dus hij is eigenlijk officieel nog niet helemaal op, maar in mijn ogen is hij gewoon op genoeg. De gel is sowieso al bijna op en omdat hij helemaal zo viezig is geworden, is hij voor mij gewoon op. Zou ik hem opnieuw kopen? Als hij niet zo viezig zou worden, wel. Ik vind het gewoon niet zo'n prettig gevoel om heel tijd zo'n viezige gel weer opnieuw aan te brengen op mijn wenkbrauwen. Dus daarom zou ik deze niet meer opnieuw kopen. Ondanks het feit dat ik de gel wel echt heel erg fijn vind. Hij houdt je wenkbrauwen echt op hun plek. Alleen ja, dit viezige zo, ja, ik vind gewoon geen fijn gevoel meer dan om hem nog aan te brengen. Nou jongens, dit was het dan. Dit waren alle producten die ik de laatste tijd heb opgemaakt. Als jullie dit soort video's leuk vinden, let me know beneden in de reacties. Want dan ga ik ze vaker maken. Dan ga ik gewoon alle producten die ik opmaak heel tijd opsparen. En dan heel tijd als ik er een aantal heb, maak ik weer zo'n video. Let me know of jullie daar interesse in hebben. En als je daar geen interesse in hebt, laat het me ook gewoon eventjes weten. Maar ik zelf vind dit soort video's altijd best wel leuk om te bekijken. Ik vind het ook altijd lekker satisfying, al die make-up producten die helemaal op zijn gegaan. Nou, vond je de video leuk? Vergeet niet te liken en te abonneren. Ik plaats hier ook nog twee video's in beeld die je kunt gaan bekijken. En mijn gezicht hierboven om te abonneren. En dan hoop ik jullie weer snel terug te zien bij de volgende video. Doei doei!